Hoi, ik ben Bo en heel erg leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Deze video is eigenlijk een vervolg op mijn video van vorige week, waarin ik een soort van test deed waarin jij mee kon doen of jij nou verslaafd was aan je telefoon, ja of nee. En uit mijn poll kwamen er echt heel veel mensen die verslaafd waren. Dus ik dacht, ik moet hier iets mee doen, ik moet hier een soort van vervolgvideo op maken. Nu heb ik dit ook al verteld in mijn vorige video, maar nadat ik de poll zag, wist ik eigenlijk wel zeker dat ik dit moest doen. In ieder geval is vandaag een vervolg op mijn vorige video. Heb je de vorige video nog niet gezien? Dan zou die nu hier ergens in het iets staan en dan is wel in de beschrijving. Je kan dan denk ik beter eerst even deze bekijken omdat het dan allemaal wat gecompliceerder is. Dat je dan wat meer snapt. Verder ga je in deze video weer twee hoesjes voorbij zien komen. Eentje van Calvin Klein. En ook nog een super mooie van Ted Baker die een heel gaaf design aan de binnenkant heeft. Namelijk een spiegeltje en hier staat ook nog een soort van quote. Dus dat is super leuk. Deze hoesjes heb ik opgestuurd gekregen van kloegkom.nl. En kloegkom.nl is een website die eigenlijk ja, allemaal merkhoesjes verkoopt, maar ook gewoon hele goede hoesjes. Wil je dus gewoon een goed hoesje voor je telefoon, dan raad ik zeker weten aan om even op deze website te kijken. Ze zijn misschien wel duur denk je, maar voor een merkhoesje zijn ze best goedkoop, want gaan we naar andere dure winkels toe, geloof me, dan zijn ze duurder. Check dus zeker weten even de website en dan was dit alles alweer wat ik wou vertellen. Doe een pluimpje omhoog, vergeet onder niet te abonneren. En laten we beginnen. Ik ben aangekomen bij de tips. En ik heb alle tips ook weer op papier geschreven. En gewoon op zo'n groot papiertje. Kunnen jullie meelezen? Schrijf eventueel de tips mee. En als je gewoon een goed geheugen hebt, kan je ze gewoon onthouden. Tip nummer 1. Installeer een app op je telefoon die eigenlijk het telefoongebruik laat zien hoe vaak jij per dag op je telefoon zit qua uren. En een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Moment. Is gebruik je telefoon niet als wekker, zodat je gewoon 's ochtends direct je bed uit gaat en niet eerst heel Instagram gaat checken. Tip 3 is schakel berichtmeldingen uit voor bijvoorbeeld Instagram, Snapchat, WhatsApp, Facebook en alle andere social media. Tip nummer 4 is, maak met jezelf een afspraak dat je bijvoorbeeld elke uur of elke twee uur je berichten checkt op je telefoon. En dat je deze dan ook direct beantwoordt en zo eigenlijk alles afhandelt en daarna weer verder kan gaan met je huiswerk. Nummer 5 is, zet je telefoon op vliegtuigmodus tijdens het leren. Zo kan je niet gestoord worden door berichtjes, telefoontjes of andere dingen. Tip nummer 6 is, leg je telefoon gewoon eens vaker weg. Bijvoorbeeld tijdens het tv kijken, want zo leer je het jezelf ook aan en raak je niet meer zo gewend en dat je elk moment van de dag je telefoon bij je hebt. Tip nummer 7 is, ga een uur voordat je naar bed gaat offline. Dus leg je telefoon weg op vliegtuigmodus, ergens in de kamer of gewoon een afgesproken plek thuis. Want zo wennen je ogen vast aan het donkere licht en kom je dadelijk ook makkelijker in slaap. Oké, het is nu 9 uur en ik ga om 10 uur slapen, dus ik doe nu alvast mijn telefoon uit. Ik zet hem op vliegtuigmodus en dan leg ik deze gewoon weg in een laadje. Deze leg ik dan hierin en ik stel mijn wekker goed in en dan is alles klaar. Tip nummer 8 is, demp berichten van groepsapps of contacten. En dit kan je doen voor 8 uur, maar je kan het ook langer doen. Ik doe het meestal voor 8 uur als ik dan moet leren. En zodra ik klaar ben met leren kan ik het gewoon weer aanzetten en krijg ik alle berichtjes binnen.
tip nummer 9 is eentje die je heel erg overdreven kan vinden. Maar het is wel iets wat zeker weten werkt. Beloon jezelf na een avond zonder telefoon. Het hoeft natuurlijk niet per se in de avond te zijn. Je kan ook in de middag gewoon eens je telefoon wegleggen voor een paar uur. Maar dat is helemaal niet zo. Ik moet natuurlijk nog best veel huiswerk maken. En hetgene wat me eigenlijk altijd het meest afleidt tijdens het huiswerk maken is mijn telefoon. Dus ik heb met mezelf afgesproken. Ik heb een leuk shirtje gezien bij de Zara. En ik heb mezelf afgesproken dat als ik 3 avonden achter elkaar mijn telefoon gewoon wegleg en ik ga leren. En ik pak hem bijvoorbeeld na 2-3 uur pas weer. Dat ik, als ik dat dus 3 keer achter elkaar volhoud, dat ik dan het shirtje mag kopen. Dus dit is avond 1. We zetten gewoon de telefoon op vliegtuigmodus. Die liggen weer daar neer. En we gaan leren. Oké, ik ken dit nu eindelijk. En het duurde niet eens zo heel erg lang, omdat ik natuurlijk niks had wat me telkens onderbrak. Het is nu 10:30. Ik ga nu gewoon slapen. Mijn telefoon laat ik gewoon in vliegtuigmodus staan, want ik ga nu slapen. Dus dan is het niet heel erg boeiend. Je kan deze afspraak natuurlijk ook met jezelf maken als je gewoon 's middags huiswerk wil maken of op een ander moment. Maar is in ieder geval dag 1 gelukt. Dat was dit alweer de video. En ik hoop zeker weten dat je wat gaat doen met de tips. Doe dit natuurlijk wel, want geloof me, je wil niet op je 14 of zo een telefoonverslaving hebben en er dadelijk echt serieus hulp voor moet gaan zoeken. Want er zijn echt zoveel mensen waar het echt wel zo erg is dat je niks meer kan doen. En waarschijnlijk kan je er bij jou nog wel wat aan doen. Dus volg zeker weten de tips op. Ken je nou iemand die zeker weet verslaafd volgens jou of waar je aan twijfelt? Verwijs diegene dan even door als je twijfelt naar mijn vorige video. En als je gewoon nog zeker weet dat het verslaafd is, verwijs hem even door naar deze video. Want dan heb je samen ook gewoon weer leukere tijden. Kan je wat meer dingen in real doen van in plaats alleen maar via die telefoon. Over de telefoon. Je hebt dus weer 2 hoesjes voorbij zien komen van kloegkom.nl. Het zijn dus deze 2. En ze kopen daar heel veel mooie merkhoesjes. En ik raad je zeker weten aan om gewoon een leuk hoesje te kopen voor je telefoon. Dat, het geeft echt direct een boost aan je telefoon of zo. Want toen ik ze omheen dacht ik echt, wauw, dit is echt perfect. Check het zeker weten even. Ze hebben echt voor heel veel telefoons hoesjes. En gewoon, het zijn echt hele goede hoesjes. Ze zijn allemaal van leren en zo. Dus daar doe je gewoon super lang mee. Check dus zeker even de website. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren. En we weten tot de volgende keer. Doei doei!